Het zijn kinderen van deze wereld en ze kregen het als thema vandaag. Mag ik u daar applaus voor de 10 finalisten? Geef ze mega applaus! U was voor ons, de organisatie en voor het hele team, een perfect publiek. U heeft zich sportief gedragen, u heeft goed gesupporterd, u heeft zich laten horen. Applaus voor uzelf! Haar afscheidsspeech staat volledig klaar, dames en heren. Maak uw applaus voor de uittredende ambassadrice, de Leiambassadrice 2015. Maaike! Maaike heeft ondertussen een andere jurk aangetrokken om jullie toe te spreken. Maaike, dit zijn op dit podium voor jou de allerlaatste woorden. En de kussen erbij, de bloemen. Ik stel voor dat ik die van jou even overneem, zodat jij je volledig kan concentreren op jouw speech. We maken het stil, want dit is voor haar ook een zeer belangrijk en tegelijkertijd emotioneel moment. Maaike. Goedenavond allemaal. Nu sta ik hier zelf, even met knikkende knieën en met een zeer dubbel gevoel. Ik wil eerst dat we al zeggen, proficiat meisjes, super, echt waar. En ik ga nog een laatste woordje geven. Het avontuur startte allemaal op een gewone zaterdagnamiddag in de K te Kortrijk. Tijdens een shoppen door werd ik aangesproken om mee te doen aan de Leiambassadrice 2015. De mis- en modellenwereld was mij niet onbekend en daarom besliste ik onmiddellijk om mij in te schrijven. Kort daarna begonnen de voorbereidingen. Dit was een korte maar intense periode vol vreugde, vriendschap, de nodige stress en vooral met veel steun van familie en vrienden. Door de workshops en de dansrepetities werden we zeer goed klaargestoomd voor deze avond. Toen was het eindelijk zover, de bewuste finale avond. De avond zelf verliep zeer vlot en iedereen stond klaar voor elkaar. Toen werd het moment, wie wordt de nieuwe Leia-ambassadrice? Toen ze plots mijn naam afriepen, was ik enorm geschrokken en emotioneel. Ik had gehoopt op een plaatje in de top 3, maar had nooit durven dromen van die eerste plaats. Ik koester voor altijd het moment waarop ze het kroontje op mijn hoofd plaatsen. Dit euforisch moment kon ik delen met mijn twee schitterende eredames, Delphine en Rian. Maar vanavond is het terug zover, een nieuwe finaleavond met, zoals ik al zei, 10 topfinalisten. En ik ben zeer benieuwd wie de nieuwe Leiambassadrice zal worden. Maar ik ben ervan overtuigd dat mijn opvolging zeker goed verzekerd is. Ik zou daarom ook nog graag de mensen van het bestuur bedanken die er ieder jaar zijn om zo'n mooie show in elkaar te stoppen. En die klaarstaan met raad en daad. Ik wil ook de sponsors bedanken die dit mede mogelijk maken. Dank u wel. De mensen van Miss Items voor de prachtige ervaring en foto. Bedankt hiervoor. Maar wie ik zeker niet wil vergeten, zijn mijn familie en vrienden. Zij hebben mij het afgelopen jaar enorm gesteund. Zonder hun steun was ik waarschijnlijk nooit aan dit avontuur gestart. Bedankt iedereen. 2015 is een jaar die in mijn geheugen gebrand is. Maaike, ik heb voor jou nog de bloemen. Blijf in de buurt. Dankjewel voor deze mooie speech. Zeer goed. We hebben niet alleen bloemen voor Maaike, we hebben natuurlijk ook bloemen voor de volledige equipe van de finalisten. Ze staan nog allemaal te schitteren, maar onder die jurken zie je wat bevende knieën. Bloemen door Otantanove. Geschonken door Otantanove. Voor alle finalisten. Zo zetten we ze op onze manier in de bloemetjes om hen te bedanken voor de afgelopen periode. Een mooie periode van samenwerking. En het is het ideale manier om nu ook het bestuur erbij te halen die deze kant netjes opvullen. Dus mag ik vragen aan het bestuur, moet ik iets zeggen?
nog even een woordje zeggen. Oei. Wij willen ook Philippe bedanken natuurlijk voor de jaarlijkse inzet. En we zijn heel blij dat hij er weer bij is. En we hopen voor volgend jaar dat je er ook weer wilt bij zijn. Dank je wel, Philippe. Bloemen. Dank je wel. Het is mij een waar genoegen, dames en heren. Het is met heel veel plezier altijd gedaan dat ik richting Bissingham rijd. Jaarlijks traditioneel. Ik zou het missen mocht ik het niet meer kunnen of mogen doen. Maar ja, wie weet, binnen 10 jaar staat er hier een jongere snaak die het allemaal beter kan uitleggen dan ik. En dat is natuurlijk ook voor hun zo, want zij zullen altijd in ons geheugen gerift zijn als kandidaten, finalisten. Maar er is er altijd eentje die natuurlijk de overwinning behaalt. En die wordt natuurlijk extra vandaag in de bloemen gezet. Goed, het bestuur komt bij ons op het podium, want het is toch belangrijk om te weten wie allemaal achter deze verkiezing zit. Er zijn veel mensen die ook achter de paar werken, die met alle andere dingen bezig zijn. Maar dit is vooral het bestuur die de drijvende kracht is achter deze toch wel mooie en leuke verkiezing. En die mogen ook wel eens een applaus, dames en heren. Tuurlijk wel, alsjeblieft. Zo zien we ook een paar nieuwe gezichten in het bestuur. Het is ook altijd leuk om wat nieuwe mensen te zien die wat nieuwe ideeën en een frisse wind in het beleid brengt van het bestuur van deze leuke verkiezing. Zo kunnen we natuurlijk nog vele jaren doorgaan en dat met veel plezier. Ook aan hun wordt een bloemetje gegeven en die bloemetjes die worden geschonken door Gar Design. Dus dankjewel voor die bloemen. Dankjewel om er ook voor te zorgen dat zij een welverdiend bloemetje kunnen meenemen naar huis. En de komende weken daar nog even kunnen terugkijken in de living. En even terugdenken aan deze zeer mooie en toch wel prachtige avond. Goed, dames en heren, achter hun staan die 10 dames een beetje te sudderen. Dus ik denk dat we nog even willen weten wie van jullie mag er winnen. Goed, we gaan even kijken. We hebben een paar prijzen weg te geven voor alleen die hoofdprijzen de deur uitvliegen. En ik zou zeer graag beginnen met de poll van Miss Items. En ik haal daar even Leen Willems bij. Dus Leen Willems staat backstage. Kom er gerust even bij. Uw applaus voor Leen Willems. Je ziet het al, Leen heeft een award bij de musicitems.be award. Music Items, of Miss Items, sorry. Miss Items, mijn excuses. Miss Items is een site die zich echt wel concentreert op de mooie dames. De Miss Items Award wordt uitgereikt naar aanleiding van een online poll op onze website missitems.be. De winnares van deze poll krijgt een fotoshoot en een videoreportage in ons televisiemagazine dat uitgezonden wordt op kanaal 40 van Telenet. De winnares van deze poll is geworden... De Poortre Flore. Flore wint de award van Miss Items. De award van Miss Items gaat naar Flora. Dankjewel Miss Items, om er opnieuw voor te zorgen dat ook dankzij jullie de award is. Je mag een paar stapjes naar voren doen, want Jorgen van Miss Items is er ook bij. We gaan naar de Facebookpagina. Wat hebben ze daar precies allemaal moeten voldoen voor de Facebookpagina? Er was een online stemming gedurende een hele maand op Facebook. Een hele maand stemming op Facebook. En we gaan even kijken. Wat heeft u mee? Cadeaupakketje van Blas van Dongen. Voilà. En de winnares van de Facebookpagina is geworden... Flora de Poortre! Naar voren. Prijs van het publiek is ook een zeer belangrijke prijs. Dus publiek, laat je nu nog even horen. En de prijs van het publiek met de meeste stemmen gaat naar Flora de Poortre. Thank you.
sympathie is ook niet onaardig. Want ja, je moet de sympathie winnen van je kandidaten. Hoe ging dat te werk? De kandidaten hebben vorige week mogen stemmen tijdens de generale repetitie op hun favoriete kandidaten. Op hun eigen favoriete kandidaten. Dus wie was de leukste van de bende, met andere woorden? En die prijs, de prijs van Miss Sympathie. Wie is de leukste van de bende? Marjolein! De prijs van de kaartenverkoop. Ja, we willen natuurlijk sferen in onze zaal, we willen natuurlijk ambiance. En daar moet je ook een kleine moeite voor doen. We hebben een pakket Daisy Mark Jacobs. En we gaan gewoon, dat is geschonken door Donna. En we gaan dat weggeven aan de dame die natuurlijk zich het meest heeft ingezet voor deze zaal te gaan vullen. Celine Krakow! We hebben tromgeroffel, want we gaan over naar die grote prijzen. En daar beginnen we natuurlijk bij de tweede eredame. Tweede eredame, Leiambassadrice 2016 is geworden Marjolein! Er staan er nog 8 voor die galen! Everybody deep in the house, put your hands up in the air! Alright. Dames en heren, we gaan over tot de serieuze zaken, want we hebben natuurlijk wel wat weg te geven. En dat is niet zomaar iets. Dat is een, hangt die over jouw arm? Dat is een lintje die ze een jaar lang en eigenlijk de rest van haar leven mag dragen. Maar er staat een jaartal op, 2016. Maaike, waar ben je? Kom er maar gerust bij staan. Jij mag dit moment natuurlijk van ook heel dicht meemaken. Want hier is het kroontje. Daar is het hem ook om te doen. En de vele andere mooie prijzen. Goed! Ik hak nu de knoop door. Hebben we een beetje muziek om het spannend te maken? De nieuwe Leiambassadrice 2016 in de 11e jaargang is geworden. Van harte gefeliciteerd.
2016 met als winnares Flore de Portere. Bedankt voor alle medewerkers, alle sponsors, dankjewel jury. En graag tot volgend jaar!